Kijk, ik weet niet of jullie dat zo kunnen lezen, maar daar staat 117 bij 170. Ja, lieve vrienden, ja, ik zit een beetje hoog met mijn stoel, dus ik moest de camera even anders instellen, want ik ben met de dieren bezig. Het is wel weer later dan ik eigenlijk wilde, maar vannacht amper geslapen door mijn pijn. Ik moest door die storm heen, ik moet vandaag weer, dus ja, ik heb vreselijk veel pijn in mijn benen en mijn rug, maar dat kan de pret niet boeien. Ik heb met Linda gesproken van mijn COPD vanwege die bloeddruk, omdat dat... Wij menen dat het veel te hoog was. Waar heb ik dat briefje? Dat heb ik hier. Kijk, ik weet niet of jullie dat zo kunnen lezen. Maar daar staat 117 bij 170. Maar dat streepje... Dat behoort dan slecht te zijn, dus het is 117 bij 70. Ja, dan moeten ze dat beter opschrijven, weet je. Dus ja, ik was daardoor ook helemaal gespannen en ik zat te piekeren van ja. En Astrid zei al, ja, je had al lang al dood moeten zijn, dit klopt niet. Nou, en dat klopt ook niet. Een foutje. Nou ja. Maar ik ben ook bezig met de diertjes eten te geven. En ik wens jullie ook allemaal een welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag weer maandag 10 februari. En we leven om 14 minuten over 2. Ik heb mezelf eerst gewogen. Ik woog 70 kilo. Toen ben ik er weer afgestapt. Ik heb de Rijka in de armen genomen. Ben ik er weer opgestapt op de wegen. En toen woog ik 76 kilo. Dus al met al... Rijka is gegroeid naar 6 kilo, dus dat is een applausje waard. Ja, dat betekent ook dat ze het heel goed heeft bij mij. Ja. Ik wil meneer Kandel ook eens een keer wegen en dat doen, probeer ik als hij binnen is morgen te doen. Hij is nu ook wel binnen, hij was al binnen. Tenminste, hij is er nog naar buiten geweest. Maar ik zag hem niet en daar ga ik er ook niet naar zoeken. Nee, als hij dan op bed legt, zit of ligt, dan kan ik hem pakken en voilà. Maar ik ben benieuwd hoeveel die weegt, maar die is ook dus zwaar. En ik denk dat die ook zo'n 6 kilo is. En dus, maar ja, oké. Rebecca die komt zo meteen. Ja, die komt rond 2:30. Nou, als ik binnen kom, alles is open, dus dat gaat goed. En Ewen die loopt te scheuren, die wil ook eten. Dus ja, ik ga verder op schieten om dat klaar te maken. Het geeft ik maar weer een hoop lawaai. Nou ja, het komt allemaal goed. En ik zeg tot straks maar weer. Doei doei. Ja, lieve vrienden, Rebecca is al boven bezig. En ik ga samen met Rijka aan de wandel. Want die staat hier al te piepen. Loopt die te piepen. Hé? Ja nou. Dus ja, die wil er graag uit. En dan heeft ze alle recht op. Dus dat gaan we eventjes lekker doen. Ben je ook een lekker ding, hè? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks maar weer. En ja, ik zat te twijfelen, zal ik jullie meenemen? Gewoon deze camera. Misschien dat ik aan het einde van de middag weer probeer die dijk op te gaan. Want het stormt nog steeds, ik had in mindere mate. Maar dat doet er niet toe. En het is koud, werd er gezegd. Dus ja, dat zal wel met deze wind. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik heb eventjes net spruiten schoon zitten te maken. Die staan nou hier even lekker in het water. Die laat ik lekker eventjes zo staan. Rebecca is net de deur uit. Ik ga zo meteen mijn eigen klaarmaken weer. Om op de booster en met jullie even naar de dijk toe te gaan. Tenminste, kijken of het lukt. Of het lukt is vraag 2, maar dan hebben we pech. En ik moet naar de deken, want ik moet even normale boodschappen doen. Want ik weet wat ik koop. Ja.
ga niet dingen kopen wat ik niet weet wat ik koop. Net zo voor Too Good To Go. Dat doe ik nou niet, nee, want ik moet even weer wat te drinken hebben voor mezelf. Ik heb weer een doos kattenvoer uit de kast gehaald. Er staat nou nog één en ik wil dat er iedere keer twee staat. Dus haal ik die nou, er staat haal ik naar voren en dan komt er weer eentje erachter. Ik heb het laatste blikje voor Rijka gepakt, dus er moeten ook weer twee blikjes voor komen. Dus ja, er moet toch gehaald worden, dus dat gaan we zo even doen. Dus dan blijft de kleine dame weer alleen met Ewin, want ik kan alweer net naar buiten toe. En Ewin die zit nog even weer te eten voor de tweede keer. Die begon te zeuren, nou ja, en ze had het nog over, dus ze zette de bakje op de grond en dan kan ze verder eten. Hé, ja nou? Ja? Ja, Rijka? Oh, nou laat het alweer staan. Er zit een paar rapjes in, maar laat het alweer staan. Hé, Ewin? Dus ja, dat is dat laat ik niet staan. Dat mag Rijka niet hebben van mij. Rijka moet leren dat eigen brokken te gaan eten. En dat is van die zak die ik toen nog had gekocht, Frodo. Nou, die brokken moet zij gaan leren te eten. En dat zijn grotere brokken. Voor, even zien. Een puppyfood zit, ja. Dat zijn van die kleine korreltjes, ja, even iets langer dan deze, want dit is gebroken. Dus nog zo'n stukje erbij, dan heb je een puppybrokje. Maar ze moet ook deze leren eten. Ja. Ze neemt ze wel mee naar de bank, maar opeten gewoon maar. Maar oké, ze leert het vanzelf wel, want als ze honger krijgt, moet ze. Ja. Dan leert ze het vanzelf. Maar ja, ik heb nog wel wat puppyvoer. Morgen doe ik er weer wat bij. Zo probeer het eerst dit, maar vanavond krijg ik weer een bakje met een beetje vlees. Niet te veel, want ze moet ook proberen dat te eten. Nou, ze staat nu weer uit zichzelf op de vensterbank. Klein hoopje. En ik ga naar het toilet en ik ga er vandoor met jullie. Ja, ze zeggen tot straks. Aan de dijk gekomen. Dan kon ik nou wel naar boven toe, maar ik ga nog heen en weer hoor, met deze storm. Maar de zee valt aardig mee. Ja, ik had hem ruwer verwacht. Het is ook maar net hoe de wind staat. En als je daar die bocht om gaat, dan zal de zee er wel anders uitzien. Maar daar ga ik niet naartoe, want het. Nee. Dat doen we maar niet. Jullie liggen in een deuk als jullie mij nu zien. Ja. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis en Rijka die zit weer natuurlijk daar. Maar het wordt ook al een beetje donkerder, want de zon die is verdwenen. Het is grijs, grauw weer. Maar we zijn dus naar de dijk geweest, zoals jullie al licht hebben kunnen zien. Ik had mijn hoedje op, mijn capuchon op, want hier woeide zo wat weg. Maar we zijn erop geweest, jullie hebben het kunnen zien. Hé! Hey! Mag niet aan de planten. Dat mag niet. Ja, gaat nog eens een keer. Dat kan ik doen. Bij je moeder. Maar ik ben ook trots op Rijka. Ik ben dus naar de dijk geweest aan het filmen. Ik heb boodschappen gedaan. Niet veel, maar toch wat. Ik sprak nog iemand. Die kon dus, daar heb ik ook een kwartier geloof ik mee staan te praten. Dus dat neemt tijd in beslag.
mag niet. En het enige wat ik van Rijka heb gehoord is dat ik wegging. Toen jankte ze wat, toen heb ik me nog via de mobiel en de camera hek haar toegesproken. Van dat het nou over moet zijn en klaar. Ik ben weggegaan, ik heb helemaal niks meer gehoord. Nou, toppie toch? Ja. Dus helemaal geweldig. Ja, zo ben je, hè? Hey Ewen. Ja, die zit achter de bank. Kleine kopje komt er net bovenuit. Ik zie er. Maar oké, ja, het wordt dus een beetje triest enzovoort. Ik ga lekker een bakje koffie maken. Ben ik ook wel weer aan het worden. Ik ben dus net thuis. Ik heb net mijn groenten opgezet. En wat eten we vandaag? Nou, ten eerste die houthakkersburger, geloof ik. Ik heb gisteren had klaargemaakt. Ik heb spruiten schoongemaakt. Die staan nou op. Zout erop, een beetje boter erin voor het overkoken. Kookt het niet over. Gaat allemaal goed daar. Ja. En ja, bom is houden jongens. Zo dan, file. File. Oh jongens, wat een file. Oh, gaan ze. Ja, dat heeft je wanneer iedereen de één kant op moet. Dan hebben we een file, ja. En dan gaat er ook nog eentje, dus stilstaan middelweg om eentje uit te laten stappen. Niet even het parkeerterrein op. Waarom nou niet? Dus kleine moeite even op het parkeerterrein. Kun je hem daar met een gerust hart uit laten stappen. En je rijdt zo weer van het parkeerterrein af en je gaat vervolgens je weg. Nee. Nou, kijk, daar hebben we op kant af. Hoi, hoi naar binnen. Oh, hoi naar binnen, dan moet je achteruit, hè? Achteruit. Achteruit, goed zo, grote jongen. Oh, het is koud, jongens. Echt, wat is het koud? Koud. Koud. Waarom nou altijd om mij heen? Ze moet altijd om mij heen, hè? Maar ja, oké, ik kan de pret niet drukken. Ik moet in ieder geval daar vooruit kijken. En ja, hun moet het zelf ook leren, hè? Ik heb al zo vaak een stukje staart van, tenminste staart, haren van zijn vacht, van kandel zijn staart afgereden. Ja, gaat hij vlak bij me zitten, dan zie ik hem niet. Dan zit hij zo helemaal tegen me aan. En dan ligt de staart lang uit langs mijn stoel. Naast die wielen, ja, en ik hoef maar een klein stukje dit even te doen en ik heb hem al. En dus, nou ja, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag, want het is 7 minuten over 5. Dus ik zou zeggen, geniet van je namiddag en we straks smakelijk eten, bon appetit en alles wat je nodig hebt. Geniet ervan en tot later op de avond. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben net weer binnen. Ik had een wat bij, moet ik zeggen. Rijka en ik hadden een hagelbui en een regenbui op ons dak. Rijka is dat dus nog niet gewend. Wel regen, maar geen hagel. Wat weet die ervan? Dus die werd er bang van. En ja, het doet natuurlijk ook zeer. Ik was blij dat ik mijn hoedje weer op had. Plus mijn capuchon eroverheen. Dus ik voelde dat niet, maar je hoort het des te harder. En zij voelt het wel hoor, dat dunne vachtje. Zo'n dikke vacht als Frodo. Had ze, dat heeft ze natuurlijk niet. En nou wordt mijn neus ineens, ja. Hebba! Zo. Nee, niet op schoot nou. Je bent een rijfje naast je. Ga maar op de kachel. Ga maar op de kachel zitten. Ja, ga maar op de kachel. Nee, ga je daar zitten. Nou, ik zal weten hoor. Ja, ja, dat ik ga nou... mijn spruiten zijn inmiddels al gaar. Ik ga nou lekker spekjes bakken en een sippeltje bakken. En dat gaat er lekker doorheen. Nee, ik heb geen paprika. Is ook niet altijd nodig. Gewoon spekjes en sippeltjes in stukjes. Dat bakken en dat gaat er doorheen. Ja.
Maar ja, de spekjes die zijn een beetje te veel. Ja, nou ja, ik ken net. Ik zie wel. Ik kijk wel eventjes en dan ga ik dat lekker bakken. En lekker door de spruiten en dan heb ik morgen weer en overmorgen misschien ook nog wel, ik weet het niet. Maar ik laat het jullie zo meteen even wel zien hoe het eruit ziet. Ik heb het al een keer eerder laten zien, maar ik laat het wel weer zien voor degenen die het nog niet hebben gezien. Het is heerlijk. Ik zou zeggen tot straks.